Tine Dekkeny, bijna een jaar op dag op dag, ja, een jaar later zijn jullie opnieuw kampioen met Anderlecht. Hoe was het vanavond in Gent? Was het een moeilijke match? Ja, ik denk dat het een zeer moeilijke wedstrijd was, maar ik denk dat we dat wisten van in het begin. Maar ik denk dat we de wedstrijd slim hebben aangepakt. Ik denk dat we de eerste helft wel degelijk gespeeld hebben. Maar in de tweede helft zijn we wel weggezakt, maar ik denk dat we volwassen gespeeld hebben en gewoon geen risico's genomen hebben. Dus verdiend. Ja, dat doelpunt van Sarah Wijnands was belangrijk, denk ik, voor jullie om dan de match in handen. Ja, sowieso. Ik denk dat eerste doelpunt was heel belangrijk, want dan moeten ze komen, dus dan moeten wij eigenlijk niet meer komen. Maar ik denk dat we, zoals ik al zei, de wedstrijd volwassen hebben aangepakt. Ja. En hoe voelt dat aan, 2 jaar op rij kampioen zijn? Ja, het was heel leuk natuurlijk. Hè. Zeker 2 jaar op rij. Ik denk dat we een zalige groep hebben. Ik denk dat het echt verdiend is. Heel goede sfeer en ik ben echt trots op iedereen. En dat is echt zalig, ja. Oké, ik dank je. Proficiat. Ja, dank je wel.